politieagent tot koning van de persoonlijke leven. En welke financiering zou dat best zijn? Deze titel is niet alleen voor de kadet. Het werken bij de DSB-bank, dat is gewoon een huis waar je deelgenoot van bent. Dat dit een buitengewoon ingrijpende maatregel is. DSB moet failliet. Iedereen die nu spaargeld heeft, als dat mogelijk moet ze dat terugtrekken. Ik denk aan 100.000 faillissement. Van DSB dat we allemaal criminelen zouden zijn in deze zaak. Wat ga je tegen ze zeggen? De waarheid. We zijn gepakt. Dat het zo moest aflopen. Het is nog niet voorbij. Ik kom terug. Ik weet nog niet hoe, maar ik kom terug.